je ooit getwijfeld in de zomer bij alle ellende en dat de vooruitzichten eigenlijk weg werden gehaald voor je? Ik heb wel grote twijfel gehad. Vooral omdat dat je niet weet wat voor perspectief je hebt. Ja, je gaat iets aan met elkaar om planmatig naar boven te kunnen gaan. Dat valt eigenlijk allemaal weg met de mededeling dat de financiële huishouding niet meer op orde is. Ja. Toen ben ik op vakantie geweest. Toen heb ik er heel goed over nagedacht. Ook met familie over gehad natuurlijk. Maar ik ben toch gebleven. Maar vooral omdat eigenlijk twee zaken. Eén, ik heb een heel goed gevoel bij VVV. Ik werk met hele leuke mensen. Ik werk met een leuke spelersgroep, leuke staf. Fans die er altijd op een goede manier achter staan. Dat is één. En twee is het zo dat ik 38 ben, jonge trainer ben. En ook mijn vlieguren moet maken. En dit ook weer een situatie geeft voor mijzelf. Waarin ik me kan ontwikkelen. Waarin ik tegen dingen ga aanlopen die ik nog niet heb ervaren. Ja, en daardoor denk dat ik ook deze uitdaging moet aangaan en niet gelijk moet weglopen als de brand is. En dat Willem Jansen verhaal, dat hij kwam en ging zo snel, vond je dat nog bijzonder? Wel bijzonder uiteindelijk, maar niet bijzonder omdat ik het heb meegemaakt dat hij niet lekker in zijn vel zat. Ja. En dat hij gewoon moeite had om zijn rol in te vullen en ergens ook nog een ambitie had om op het veld te staan. Ja, dat ging niet helemaal lekker. En uiteindelijk denk ik dat hij de goede beslissing heeft genomen door dit te doen. Ja, ik heb bij alle vier de Limburgse clubs het gevoel dat ze de juiste trainer op de juiste plek zet op het moment. Nu wel, ja.